moeten er niet panisch over doen, maar ik vind wel dat we er serieus over moeten gaan nadenken. We hebben nu gezien, ja, nu is er veel minder vliegverkeer. Moeten we echt weer zoveel gaan vliegen? Moeten we echt weer zoveel gaan reizen? Want het heeft wel gevolgen. Dus als er ergens een infectie is, dan kan die razendsnel verspreiden. Dat hebben we gezien. En dat doen we dus ook een beetje zelf. Dus ik hoop dat we wel weer een flink eind terug naar normaal gaan, maar wel blijven nadenken van wat betekent dit nou voor onze toekomst.